Hartelijk welkom in het museum. We willen u graag een paar filmpjes laten zien over de Heilige Driehoek. De Heilige Driehoek in Oosterhout bestaat uit de Onze Lieve Vrouw Abdij, het Sint-Katrinadal en de Paulusabdij. Als we in de geschiedenis teruggaan uit in Solesme. Daar was het halverwege de 19e eeuw Dom Prosper Guéranger, die het benedictijnse leven, weggevaagd door de Franse revolutie, nieuw leven wist in te blazen. Het was een inspirator op vele terreinen. Hij speelde een belangrijke rol in de vernieuwing van de liturgie en de herbronning van de kerkelijke traditie op de overleveringen van de vroegere kerk. Een van de mensen die onder zijn bezielende leiding haar geloof geestelijk leven tot ontplooiing zag komen, was de jonge Jeanne Bruyère. Als 11-jarige werd zij door hem voorbereid op haar eerste communie. Al snel raakte haar geestelijke vader onder de indruk van de genadegaven die zij ontvangen had. Er groeide een sterke verbondenheid en toen zij 21 was, stelde hij haar aan het hoofd van het klooster van Monialen dat hij stichtte, eveneens in Solesme. De Onze Lieve Vrouw Abdij was een oud jongensinternaat dat de zusters uit de abdij Notre-Dame de Wisques betrokken toen zij in 1901 uit Frankrijk moesten wegtrekken vanwege overheidsmaatregelen tijdens het kloosterleven. Thérèse Bernard was de abdis die aan het hoofd stond van de ballingen. Zij was een moedige en doortastende vrouw. Ze zag in dat de moeilijke situatie een kans bood om het benedictijns leven in Nederland te herstellen. Er werd dus begonnen met de bouw van een klooster. Toen de stichteressen na 20 jaar terugkonden naar hun eigen klooster, bleef hier een bloeiende gemeenschap achter. Als priorin werd madame Hildegard Lamey de la Chapelle aangesteld, die tot abdis werd verkozen toen de priorij tot zelfstandige abdij werd verheven. Heden ten dagen kunt u bij de en het gastenverblijf is er in de Onze Lieve Vrouw een winkel waar u handbeschilderde kaarsen kunt kopen. Ook kunt u vragen of u gebruik kunt maken van het gastenverblijf. Tot zover de Onze Lieve Vrouw abdij. Het waren 7 jonge vrouwen in Vroenhout bij Wouw, zusjes van elkaar, die in 1271 de basis gevormd hebben van de nu nog bestaande Norbertinesse priorij Sint-Katrinadal te Oosterhout. Zij wilden samen een eigen levenswijze opbouwen in de geest van de Norbertijner orde, waarin ook vrouwenkloosters waren. Volgens een van de geschiedenisschrijvers is hun vader Servatius, genoemd van Breda, daarom namens zijn dochters naar Laon in Frankrijk gegaan, naar een generaal kapittel van de Norbertijner orde, om daar de officiële instemming te verkrijgen. De gemeenschap werd bestuurd door een priore, gekozen uit de eigen groep. Voor het beheer van de tijdelijke goederen, het contact met de Norbertijner orde, maar vooral voor de ondersteuning van het geestelijke leven,
was er een priester van de orde aanwezig, de zogenaamde proost. In moeilijke tijd was ook van 1566 de beeldenstorm tot 1795. De zusters hebben die jaren kunnen overleven, meestal door de bescherming van het Huis van Oranje. In 1644 kreeg proost Kruid verlof van prins Frederik Hendrik het klooster dat onder zijn bescherming stond elders te vestigen. In 1645 kocht proost Kruid zekere onwaterde huizingen genoemd de Blauwe Kamer. De overeenkomst die onder andere de verhuizing bevatte was ondertekend door Amalia van Solomst, de gemalin van Frederik Hendrik, en door proost Kruid. Later heeft de prins zelf het contact bekrachtigd. Op 15 juni 1647 vertrokken de eerste zusters naar Oosterhout. Prinses Amalia van Solms die duidelijk zei: "Ik hou niet van nonnen en papen, maar ik heb een bijzonder faveur voor de witte nonnekes van Breda nu te Oosterhout." Daarom werd door proost van Ginnep een gebouw in de tuin van de zus ingericht tot school voor het onderwijs van arme meisjes. Van achter tralies gaven de zusters les, terwijl er tussen de meisjes dames voor de goede orde zorgden. En dat de zusters de moed niet verloren hadden, blijkt wel uit het feit dat ze in 1816 een stenen kerkje hebben gebouwd, hun eerste echte kerk in Oosterhout. De ramen van deze kerk zijn nog te zien in de kapittelzaal. Doordat de eigen gemeenschap groeide, maar ook dat van de gemeente Oosterhout steeds meer mensen mee de Eucharistie kwamen vieren, werd een neogotische kerk gebouwd. Het aantal zusters was zo gegroeid dat in 1930 een nieuwe vleugel aan de gebouwen moest worden toegevoegd, zodat het hele kloostercomplex in Carré vormde. Jammer genoeg is het een eigentijds gebouw en dus niet aangepast aan de oudere gebouwen. Als derde klooster in onze reeks van de Heilige Driehoek zijn we hier bij de Paulusabdij, de Sint-Paulusabdij. Een plaats van stilte en gebed van de gebroeders Benedictijnen. De geschiedenis van dit klooster van de Franse paters gaat terug tot 1901. Toen werd namelijk in Frankrijk een wet afgekondigd die aan bepaalde Franse kloosterorden grote beperkingen oplegde. Hierop vertrok een aantal kloosterorders uit Frankrijk. Benedictijner monniken uit het Noord-Franse Wiskes kochten in Oosterhout een mooi stuk grond. Daarop is een priorij gebouwd onder leiding van de architect monnik Dom Paul Bellot. De kloostergebouwen werden een kunstwerk in baksteenarchitectuur en het eerste grote werk van Dom Bellot. Ze kwam gereed in 1907 en werd in 1910 tot abdij verheven. Dom Jean de Puny werd de eerste abt. Na 1918 mochten de monniken weliswaar terug naar Frankrijk, maar dat deden ze niet alle. Er waren inmiddels ook al een aantal Nederlandse monniken ingetreden. Uiteindelijk telde Wiskes na 1920 weer 30 monniken en werd het een priorij onder leiding van Oosterhout. In 1928 werden Oosterhout en Wiskes allebei zelfstandig abdijen die behoorden tot de congregatie van Solesmes. Het klooster groeide vanaf begin jaren 30 uit tot een nagenoeg volledig zelfvoorzienende gemeenschap, met allerhande bedrijfjes gericht op onder meer agrarische producten, kleding, kunstvoorwerpen en boeken. In 1941 waren er ongeveer 100 monniken. In 1930 werd de kapittelzaal, nu een recreatiezaal, gebouwd door Dom Hans van der Laan als architect. Samen met Nico van der Laan ontwierp hij ook het gastenbedrijf. Dit werd het eerste bouwwerk op basis van de grondverhouding der getallen, een stroming in de architectuur die uiteindelijk in de Bossenschool zou culmineren. Ten slotte werd er in 1956 een nieuwe, veel grotere kerk gebouwd, ontworpen door de Enschedese architect Sluimer, in de stijl van de Bossenschool. Naast het hoofdgebouw van het klooster zijn er ook
de werkplaats met diverse ateliers, een loods voor karren en landbouwwerktuigen, een garage annex vrijbewaarplaats en een pompstation uit 1936-1937. De abdij was lange tijd bekend om haar pottenbakkerij en orchideeënkwekerij. Het kloostercomplex bevindt zich ten noordoosten van Oosterhout in een gebied dat in de volksmond bekend staat als de Heilige Driehoek. Uiteindelijk moest de abdij in 2006 worden verlaten en gingen de 17 nog overgebleven monniken gezamenlijk wonen in het kloosterverzorgingshuis Zuiderhout in Teteringen, niet ver van Oosterhout. Voorafgaand aan hun vertrek is er lange tijd gezocht naar een goede bestemming van de Sint-Paulusabdij. En liefst een bestemming die de traditie van werk en gebed voort kon zetten. Met de hulp van het bisdop en enkele vrienden van de abdijgemeenschap is dit gelukt. Het werd een nieuwe weg, de gemeenschap Chemin Neuf. In het najaar van 2005 heeft wederom een Franse religieuze gemeenschap besloten zich in Nederland te vestigen. De gemeenschap Chemin Neuf heeft in de loop van 2006 de abdij van de Benedictijnen overgenomen. Om de overdracht zo goed mogelijk te laten lopen, leefden de leden van de oude en nieuwe gemeenschap enkele maanden gezamenlijk binnen de muren van de abdij. Heden zet de gemeenschap Chemin Neuf de traditie van de Benedictijnen op een moderne manier in de Sint-Paulusabdij voort. De gemeenschap Chemin Neuf is een apostolische gemeenschap die gegrondvest is op de Ignatiaanse spiritualiteit en geïnspireerd door de charismatische vernieuwing. Op het ogenblik zijn er meer dan 1900 leden en stichtingen in 28 landen van Europa, Afrika, Azië, Amerika en het Midden-Oosten. Echtparen, gezinnen en toegewijden, alleenstaande mannen en vrouwen, katholieken, protestanten en orthodoxe christenen hebben het avontuur van een arm en nederig gemeenschappelijk leven gekozen in navolging van Christus om zich ten dienste te stellen van de kerk, het evangelie en de wereld.